Jari Oosterwijk, de laatste aanwinst van NAC. Gisteren de eerste training, vandaag de tweede training en morgen meteen in de basis tegen Den Bosch. Ja, dat klopt. Ja, ja, dat kan snel gaan en ja, geen probleem. Wat mogen we van jou verwachten? Veel strijd en ja, gewoon, ik denk goals. NAC heeft met Cyriel Dessers al een redelijke spits in huis, hè, 12 goals. Wat heeft de technische staf tegen jou gezegd over jouw rol? Moet jij de concurrentiestrijd aangaan met Cyriel of gaan jullie samen spelen? Ja, ik kan allebei. Ik kan de concurrentiestrijd met hem aangaan of ik kan samen spelen. Dat is aan hun, maar ja, wat ik zeg, ik kan allebei. Jouw voornaam, hè? Jari, uit het oosten van het land. Die vraag heb je waarschijnlijk al 100 keer gesteld gekregen. Gisteren nog. Je bent geboren in 95, het jaar dat Ajax de Champions League won. Ben je vernoemd naar Jari Liedmanen of moeten we dat ook maar gelijk uit de wereld helpen, die fabel? Ja, dat is wel een fabel. Ja. Mijn vader vond hem een goede speler, hij kende hem natuurlijk wel. Maar het is niet dat hij fan van hem was en mijn naam heeft vernoemd. Dus dat kunnen we uit de wereld helpen. We hebben je niet met een godenzoon te maken? Ja, dat misschien wel, maar nee, niet. Ik geen Jari Liedmanen dus. Ook even terugkomend op jouw transfer, hè? Want het is allemaal heel hectisch geweest. Je hebt ons al verteld dat je om 9 uur 's avonds pas gebeld werd. En daarna was het rennen, vliegen, springen. Vertel nog eens een beetje. Neem ons een beetje mee naar die laatste paar uurtjes van de dinsdagavond. Ja, ik werd dus om 9 uur gebeld door de trainer. Toen, ja, toen heb ik nog een paar mensen gebeld en nog gesproken of het, wat zij ervan vonden. Want ik vond het gelijk al een goed idee natuurlijk om hier naartoe te komen. En goed, het was allemaal goed. Iedereen stond er ook positief in. Dus nou, ja gezegd. En toen moesten papieren nog geregeld worden. Moest allemaal nog weer doorgestuurd worden, goedgekeurd. En toen kreeg ik ze rond 11:30 of zo terug. Toen was ik al naar mijn ouders gegaan, want die moesten ingescand worden en ondertekend en alles. En toen dat. Jij hebt geen printer thuis, hè? Nee, ik heb geen printer thuis. Dus. Ja, goed, dan waren we daar en toen deed die printer deed daar niet meer. Dus toen zijn we gewoon naar de ouders van mijn vriendin gegaan. En ze had al gebeld, dus haar ouders die waren al, die hadden al de printer en de scanner aangezet. En toen zijn we heel snel daar naartoe gegaan en naar ondertekend, foto's gemaakt, doorgestuurd. En ja, uiteindelijk maar net goed gekomen, 11:58. Dus. Echt secondenwerk. Ja, echt secondenwerk. Het was ook, ik had ook verstuurd, toen dacht ik van, geen flauw idee meer of het op tijd was. Maar goed, het is nog gelukt. In de hectiek van de transferperiode, tekent dat ook een beetje voetballerij, de opportunisme? Want je zegt al, ja, 9 uur was ik gewoon nog thuis en 3 uur later ben je NAC spelen. Ja, precies. En 2 seconden later en ik had nu in Enschede gestaan. Dus dat is best absurd, maar ook alweer mooi, denk ik. Ben je dan ook zo helemaal gefocust na 2 dagen van allerlei ontwikkelingen dat je morgen gewoon kunt presteren in Den Bosch? Of zijn er allemaal nog dingen die in je hoofd rondgaan dat je nog niet helemaal beseft dat je alweer bij een andere club zit, in een andere stad, in een andere provincie? Nee, ja, natuurlijk de omstandigheden, alles is anders, maar uiteindelijk is voetbal overal hetzelfde. En je moet je teamgenoot natuurlijk wel heel snel aan gaan voelen, maar dat, het voelt goed hier. Het spel bevalt me wel en veel creativiteit, veel willen aanvallen, dus ik heb er heel veel zin in en ik denk dat het aanpassen, dat hoeft niet lang te duren.